Dankjewel. Ja, dat kan ook. Waarom is dat katheder nou eigenlijk? Oh ja, laat maar. Ja, excuus. Ja, excuus. Miep. Goedenavond. Ja, komt u maar binnen. Ja. Ja, u kunt doorlopen. U kunt nu een nummertje zoeken. Het nummertje dat correspondeert met uw kaartje. Dat zijn de rijen. Dat zijn allemaal cijfers. Op het kaartje staat... Ja, is dat je plek? Ja, oké, heel goed. Oké. Ja, het staat op het kaartje als het goed is. Ja, loop maar... Ja. Hartelijk welkom. Ja, loopt u maar door. Wow. Pas op. Pas op voor de drempels. Pas op, ja. Op uw kaartje staat een nummer. En dat correspondeert met waar u moet staan. Het is niet heel moeilijk. Ja, rij 8. In een rijtje staan. Ja, hartelijk welkom. Ja, loop maar door. Wat staat er op je kaartje? Nou, dan zoek je 2.3 op. Dat zal daar dan waarschijnlijk wel zijn. Maakt niet uit. Ga maar gewoon staan waar je moet staan. Ja. Nee, ja. Het is heel vervelend dit. Misschien gewoon op de goede plek blijven staan. Is dat uw plek? Oké, heel goed. Ja. Ja? Heeft u naar uw kaartje gekeken? En het klopt? Oké, dan kunt u daar blijven staan. Goedenavond, ja. 4.1? Staat dat op uw kaartje, dan kunt u daar blijven staan. Ja, heel goed. Het is niet heel ingewikkeld allemaal. Hartelijk welkom nogmaals. Op uw kaartje staat een nummer en dat correspondeert met de rijen op de vloer. Dan kijkt u. Het moet niet heel moeilijk zijn. Het hoeft niet per se overlegd te worden waar u moet staan. U moet gewoon op uw kaartje kijken en daar blijven staan. Alsjeblieft. Ja. Ja. Ja, loop maar door alsjeblieft. Op uw kaartje staat een nummer en dat correspondeert met wat er op de vloer staat. En daar moet u staan en dan moet u ook blijven staan alsjeblieft. Hartelijk welkom nogmaals. Fijn zijn als iedereen gewoon blijft staan waar die moet staan. Maar, hè? Het concept van de avond valt of staat een beetje met waar u staat. Is dat uw plaats? Heeft u... Ja? Dat staat op uw kaartje.
Oké. Okay. Ja, dat kunt u het zelf het best bepalen, denk ik. Hoeveel mensen moeten er nog komen? Het zou fijn zijn als iedereen... Ook daarachterin, probeer het allemaal een beetje strak te houden, alsjeblieft. Een beetje rechtlijnig, als het kan. Niet te veel bewegen. Bewaar het babbelen met elkaar voor tijdens de pauze of na deze avond. Dus gaat er allemaal nog een beetje chaotisch aan toe. Nou ja. Ik zie nog allemaal bewegende mensen. Heel lelijk is dat. Ja. Kinderachtig. Mompel, mompel. Het staat op je kaartje als het goed is. Ja? Volgens mij is het een prima plek. Ja? Hoeft niet heel moeilijk te zijn hoor. Als iedereen zich vooral met zijn plaats bezighoudt en niet met de buurman of buurvrouw. Goedenavond nogmaals. Nee, dat is, heeft genoeg ruimte daar. Het gebabbel kan ook wel minder, denk ik hoor. Ook daar achterin. Misschien probeer het allemaal een beetje geordend te houden. Het zou fijn zijn om gewoon een avond te hebben die gewoon strak en rechtlijnig is. Beetje een schoolklasje is dit. Ook kinderachtig. Ja, we zijn er nog niet volgens mij. Krijg ik een teken zo? Heel... Onduidelijk begin is dit. Ja? Oh, nee. Geen reden tot geschuifel hoor. We wachten nog heel even. Met uw welnemen. Met uw welnemen. Probeer contact met elkaar ook een klein beetje tot een minimum, tot een minimum te behouden. Dus alleen als het echt noodzakelijk is. Je kunt denk ik zelf wel bepalen wat noodzakelijk is. En uw telefoon zijn uit, neem ik aan? Als de laatste mensen ook
alsjeblieft even op hun plek zouden kunnen staan, dan kunnen we misschien beginnen. Oké, ik geloof dat we iedereen hebben. Hartelijk welkom op deze avond. Het is een themaavond over de generatie ik. Wat is dat generatie ik? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Hoe kan ik erbij komen? Hoe kan ik eruit? Daar gaan we het vanavond over hebben. Er zijn een aantal sprekers en er is een pauze. Maar we beginnen met een film. Die wordt hierop geprojecteerd. En ik zou zeggen, ja, draai je maar. Lekker een beetje in de zon gezeten. Beetje. Doet hij het? Is het zit hij gewoon goed zo? Ja. Oké. Ik ben Paul Deetsen. Ik ben 26 jaar oud en ik vind het heel belangrijk dat je gewoon opkomt voor wat je belangrijk vindt. Als ik dan kijk naar hoe de generaties al voor ons, weet je, dingen hebben gedaan, ja, weet je, wij zitten nu gewoon echt in zak en as. Weet je, ik neem het ze niet kwalijk, maar ik denk wel dat zij degene zijn die toch een hoop hebben laten liggen. En nu is het aan ons om eigenlijk door te pakken en toch een hele andere kant op te slaan dan die zij hebben genomen. Wij hebben gewoon grote problemen die we moeten oplossen, maar die moeten we oplossen met z'n allen. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je persoonlijk daarbij betrokken bent. Dus ik heb, eigenlijk mijn doel is om gewoon altijd te demonstreren. En wat ik belangrijk vind, ja, dat kan je zo'n beetje om me heen zien, denk ik zo. Dat heb ik eigenlijk in mijn tuintje neergezet. De bar is over. Het vliegveld in onze polder, wij krijgen hier de kolder. Die app was er niet meer op, maar goed. Wat vinden je ouders ervan dat je hier in de tuin aan het protesteren bent? Ja, nee, die vinden het wel, wat hebben. Ja, mijn moeder in ieder geval, die staat ook, ik weet niet of je kan zien, die staat ook binnen. Mijn vader, wat zegt hij dan? Ja. Dingen zijn er niet altijd wit en zwart. Maar ik vind dat ook een beetje een grijze pakkenopmerking natuurlijk, snap je? Ik heb iets van 80 vrienden of zo die het heel leuk vinden, denk ik. Ja, die zijn het wel met me eens. Af en toe komen ze ook langs of af en toe schrijven ze er ook wat bij. Ze hebben ook wat dingen op een muur geschreven, maar dat kan je net niet zien. Over 50 jaar, ik denk dat we die borden niet meer nodig hebben. Nou, heel erg bedankt. Ja, nee, tuurlijk man. Geen dank. Moet je nog... dan had je deze misschien nog. Ja, nou, dat was het eerste filmpje. En nu gaan jullie luisteren naar de eerste spreker. En dat is publiciste en promovenda René Frissen. Dus het zou heel fijn zijn als u even aandacht aan haar kon geven. René Frissen. Gisteren vertelde een vriendin van mij dat ze zwanger is. Ze krijgt een baby. Nou, dat is te gek. En ik zie het ook steeds meer om me heen. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar om me heen wordt iedereen langzamerhand zwanger. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat het mij ook doet realiseren dat alle dingen waar ik me hard voor maak, dat die niet meer gaan over wat ik vroeger allemaal heb meegemaakt of wat ik zelf ga meemaken over de komende 20 jaar. Maar dat dingen zijn die rechtstreeks invloed zullen hebben op die kinderen. Dus op dat kind van die vriendin van mij, maar ook op mijn eigen kinderen, want ik wil heel graag kinderen. En het doet me ook beseffen dat dingen die we aan het doen zijn steeds belangrijker worden. Dus het is niet meer voor mezelf, het is voor iets anders, voor een ander levend wezen. En er zijn ook nogal wat dingen die we anders zouden kunnen doen. En met de nadruk op wij. Deze groep mensen die hier staan. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat wij bij onszelf beginnen. En
Ik zou ook wel willen stellen dat die generatie ik die hier staat zijn kop redelijk in het zand heeft. Wij zijn namelijk heel erg met onszelf bezig. We zijn heel erg bezig met hoe wij ons leven willen vormgeven. Wat voor crisissen we daarmee meemaken. Hoe heftig dingen zijn. Hoeveel keuzestress we hebben. Wat voor barrières we tegenkomen. Hoe onze carrière al dan niet soepel verloopt. En we kunnen niet zo goed omgaan met tegenslagen. We vinden het heel lastig om te accepteren dat succes niet één rechte lijn is, want dat wordt ons wel geleerd. Succes is één rechte lijn en alle educatie die wij krijgen zegt dat ook tegen ons. Slaag. Slaag met alles wat je hebt. Je moet slagen. En we richten ons ook behoorlijk op onze eigen omgeving. We zijn heel eenkennig. Want vraag jezelf maar af, hoe divers is jouw vriendenkring? Hoeveel laag opgeleide mensen ken jij, zie jij dagelijks? Hoeveel mensen met een andere religie of andere idealen ken jij of ga je mee om? Kan je tot je vriendengroep rekenen? En we hebben het hier vanavond over de generatie ik, maar we hebben het natuurlijk eigenlijk over een hele kleine groep mensen van die leeftijdscategorie die ze daarmee bedoelen. Over de 1%, denk ik toch. Want de rest, die kennen we eigenlijk helemaal niet. En we fronsen onze wenkbrauwen over wat er in Haren gebeurt, maar dat zijn wel onze leeftijdsgenoten. Dat zijn wel mensen met wie wij op de basisschool hebben gezeten, die naar Haren gaan en die gaan lopen rellen. Maar daar verhouden wij onszelf toch niet echt toe. We zijn ook eigenlijk alleen maar echt te verleiden voor engagement als het heel mooi gebrand is. En als het ver weg is. Dus als je een t-shirt kan kopen met daarop een druglord. Of dat je naar de Starbucks gaat en dat je dan wel lekkere koffie krijgt, maar dan voor die 50 cent extra ook nog ergens ver weg mensen helpt. Dat is gewoon prettig. En makkelijk. En heel duidelijk ook. Ik zou ook wel willen stellen dat we gebrek hebben aan een langetermijnvisie. Wij worden heel erg geleerd om te denken in deadlines, in projectmanagement, in korte doelen die we moeten halen. Er is ook wel gebrek aan tegendenken. De hokjes die we allemaal verzonnen hebben in de maatschappij raken uitgerekt, maar ik zie nou niet echt dat wij met elkaar nieuwe idealen aan het vormen zijn. We zijn behoorlijk op onszelf gericht en individualistisch gaan we verder. En ik zie niet een verbinding tussen ons, tussen onze leeftijdsgenoten, tussen ons en andere groepen. Er is ook een gebrek aan de stem van ons in het publieke debat. We zijn in Amsterdam. Als je kijkt naar deze leeftijdscategorie, dat is heel divers. Etnisch, cultureel, veel vrouwen die ook hoog onderwijs vormen. Zien we dat terug op televisie? Niet echt. En als we dan op televisie komen, dan mogen we soort de beroepsjongeren uithangen. En worden we zelden op onze inhoud bevraagd. Ik was laatst nog bij een groot festival, het Pluk Innovatie Festival. En daar werd ik als millennium generatie gevraagd of ik iets over de toekomst wilde zeggen. Nou, dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik vervolgens heel veel complimenten over wat voor leuke energie ik had. En dat ze dat zo herkenden in zichzelf van vroeger, maar ja, dat nu wel anders was. Er is ook een behoorlijk gebrek aan ons verzet tegen seksisme. Er is recent een debat over gevoerd. Waar het debat eigenlijk over ging, is of die vrouwen die verhalen deelden, of ze die wel gelijk hadden. Want er waren toch ook best wel veel meisjes die zich helemaal niet herkenden in dat verhaal. Die ook in strakke jurkjes op straat huppelden, maar nooit iets te horen kregen. Dus het zal toch waarschijnlijk ook wel aan die vrouwen liggen, toch? En er is ook best wel een gebrek aan verzet tegen de ontwikkelingen die ons nu, maar ook onze kinderen vooral gaan raken. Ik noem massaconsumptie, pensioenen, privacy. Het is misschien een beetje cliché, maar ik zie niet echt een enorm massaal verzet van ons uitkomen. Behalve dan dat we erover praten. We laten ons wel graag marketen als jong en hip en aanstormend en spannend en goed gekleed en een beetje kritisch. Wat ik zie is dat we een gebrek hebben aan verbinding met vraagstukken die over onze samenleving gaan. Dus niet over onszelf, niet over verwegistan, maar over onze samenleving. Want weet je, het kan ons eigenlijk gewoon niet zoveel schelen. De positie van Nederland in Europa. Dat ons cultuurlandschap kapot gaat. Dat de wetenschap tegenwoordig maar gewoon consequent wordt gebagatelliseerd. Dat discriminatie plaatsvindt van etnische minderheden, van homoseksuelen, van vrouwen. Ik probeer daar mijn neefje van 24 uit te leggen dat hij echt niet elke keer een Albert Heijn tasje hoeft te kopen als hij boodschappen doet. Het kan hem gewoon geen zak schelen, want hij begrijpt niet waar ik op doel. En dat het niet... Ik vind het niet zo interessant of dit nou nieuw is. Of dat het van alle tijden is. Waar het mij om gaat, dat het gewoon nu is. Dat dit van ons is. Terwijl wij juist een verschil zouden kunnen maken.
We onderwerpen ons behoorlijk gedwee aan de toestand van ons land. Terwijl het evident is dat heel veel zaken een kwestie van politieke keuze zijn. En als iets een keuze is, kan je daar ook iets tegen doen. Dan kunnen we daartegen in verzet komen. Of we kunnen zorgen dat er posities komen waarin we er iets in kunnen doen. Maar wat kunnen we vanavond doen? Ik heb geprobeerd iets te verzinnen wat wij nu vanavond met z'n allen kunnen doen. Wij kunnen ons inzetten voor een actueel en heel dringend probleem. Dat niet alleen ons raakt, maar ook dat kind waar ik het over had in het begin. De baby van mijn vriendin. En waar we bovendien morgen mee kunnen beginnen. En waar we een invloed mee zullen hebben die verder reikt dan volgend jaar. Ik heb het dan over de staat van het onderwijs. Ik heb het over de devaluatie van onze diploma's. Van het idee dat iedereen een WO-diploma moet kunnen halen, maar dat dan tegelijkertijd excellentie wordt afgezwakt. En dat we ook zien, en wat ik nog veel erger vind, is dat een HBO-diploma ja, net wat minder waard is. Want je zult toch eigenlijk die master moeten halen. Wat voor een boodschap geven we daarmee? Dat als jij gewoon een HBO-diploma hebt of werk doet wat voor de HBO geschikt is, dat dat minder waard is? Dat dat iets is omdat je gewoon niet goed genoeg je best hebt gedaan? Ook zien we dat het onderwijs gewoon geen leraren meer trekt. En sowieso geen getalenteerde leraren meer. Er is een tekort aan leraren. Want het onderwijs heeft een imagoprobleem. Het is op een feestje niet echt heel relaxed om te zeggen dat je leraar bent. Want dat zou wel betekenen dat je gewoon geen baan kon vinden en je maar hebt laten omscholen. En dan hebben we het over iets wat fundamenteel gaat over de toekomst van onze samenleving. Over die kinderen. We hebben het dus over de mensen die mijn kinderen gaan opleiden. En daar spreken wij over alsof het soort derderangs burgers zijn. Überhaupt servicegerichte beroepen liggen niet zo lekker op dit moment. We zien ook dat het onderwijs steeds marktgerichter wordt. Het is een soort informatiemanagement geworden. Mijn middelbare schoolleraren vertelden mij een paar weken terug dat zij geen vakdocenten meer aannemen, maar mensen die goed kunnen managen. Die leerlingen kunnen leren googlen. Nou goed, als we ervan uitgaan, en dan komen er een paar stellingen die, of een paar aannames die ik zou willen doen. Als we ervan uitgaan dat succes afhankelijk is van personen, niet van systemen. Als jij terugdenkt aan de momenten in je leven die voor jou belangrijk waren, dat die dan gekoppeld waren meestal aan personen. Dus dat een peer person echt impact kan maken. En als we tegelijkertijd aannemen dat ons onderwijssysteem op dit moment heel hard bezig is om op allerlei manieren tegen te werken dat wij die peer personen opleiden. Dat er personen zijn die impact maken, die risico nemen, die niet te controleren zijn, maar die wel verschil maken. Dan zien we dus dat we de mogelijkheid tot impact aan het verschalen zijn. Tot emancipatie, tot verandering. En als we ervan uitgaan dat voor verandering kritisch denkvermogen nodig is. Op alle niveaus. Dat is niet iets universitairs. En voor degenen die dat willen weten, daar heb ik straks in de pauze een voorbeeld voor. Dat is iets wat je iedereen kan aanleren, wat superbelangrijk is voor innovatie in de samenleving. Maar andere aanname, dat als wij ons dus blijven blind staren op onszelf, op onze carrières, op onze laptopschermen met de social media en de urgenties die ver weg van ons liggen, dan sluiten we dus onze ogen voor de zaken die gewoon bij ons op de straat gaande zijn. Omdat we ook heel eenkennig zijn en ons graag verhouden tot de mensen die we toch allemaal al kennen. En als we dan als laatste kunnen stellen dat talent en welvaart die we allemaal hebben, verantwoordelijkheden met zich meebrengen, dat betekent dat al die dingen samen, dat het juist onze verantwoordelijkheid is om iets te gaan doen. Dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor dat onderwijs. En we moeten allemaal hele hoge posities krijgen en er allemaal voor gaan lobbyen en allemaal dingen gaan veranderen. Maar we moeten ook gaan lesgeven. We moeten ook morgen beginnen met zorgen dat het onderwijs geen slechte reputatie meer heeft. Ik vind echt dat wij ons allemaal vanaf morgen moeten aanmelden bij een school en moeten zeggen, luister, ik werk fulltime, toch wil ik één keer in de maand of één keer in de twee weken wil ik voor jullie een les verzorgen. Een hele dag. Maakt me niet uit voor wie. Ik ben heel goed in iets, daar kan ik ongetwijfeld iets goeds over vertellen. Nou, iedereen die het met mij eens is, die kan zich bij mij aanmelden en dan ga ik zorgen dat wij met elkaar dat onderwijs gaan geven. En niet voor een half jaar, omdat dat leuk op je cv staat, maar gewoon vanaf nu totdat het nodig is. En we hebben nog 12 jaar om dat te doen. We hebben nog 12 jaar om te zorgen dat er dan een verandering is doorgebroken. Want dan is dat kind van mijn vriendin 12 en gaat naar de middelbare school. En ik zou het fantastisch vinden dat wij dan kunnen terugkijken op deze periode en kunnen zeggen, wij hebben een verschil gemaakt. Dankjewel. Dankjewel René Frissen.
We gaan nu weer naar een filmpje kijken, het tweede filmpje. Ik zou zeggen, draai je maar. Dit is het NOS-journaal van 27 september 2032 met Bambi en MC Fans. Ondanks dat studiefinanciering natuurlijk al lang niet meer bestaat, opent vandaag voor het eerst in 10 jaar de universiteit weer haar deuren. Dit alles dankzij de nieuwe studenten sponsordeals. Oké. Volgende probleem. Wie? Ja, en we praten met Mina van de Vampierenpartij. Waarom ben je uit de Partij voor de Maan gestapt? Nou, hoewel ik heel erg van maanbehoud ben. Besef! Ja, ik besef. Bovendien was het een partij die alleen maar aan het roepen was, maar geen actie aan het nemen was. Maar nu eerst deze. Het kabinet is gevallen. What? Yes, pas. Na 9 jaar aan de top van de Nederlandse politiek is Geertje Junior dan eindelijk vrijwillig afgetreden nadat er foto's zijn opgedoken waarop hij een moslima ligt te ballen. Ik kon het ook niet weten. Ze zei tegen mij, ik ben christen. Er bestaan heel veel donkere christenen, want er is gospel en shit. In dit geval was dat een zeer verwarrende zaak. En in de studio hebben we vandaag een wel heel bijzondere gast. Dames en heren, deze man is geboren nog voor het internet. Sowieso niet. Jawel. Oh. Hij praat met ons over hoe de toekomst eruit gaat zien. Let wel mensen, de volgende beelden kunnen rimpels bevatten. Welkom Erik Bippen. Je bent natuurlijk 1000 jaar oud. 50. Het kabinet is gevallen. Ben je nu een beetje sip? Nee. Ja, de PVV was altijd een beetje een rommeltje. Elk jaar een nieuwe splinterfractie, de nieuwe Partij voor de Vrijheid, de echte Partij voor de Vrijheid, de vierde Partij voor de Vrijheid, de Partij voor de Vrijste Vrijheid ooit, de Partij voor de Vrijheid met gratis bitterballen. Zeker! Erik, jij bent natuurlijk een fossiel. Jij hebt Geertjes vader ook nog meegemaakt. Vertel daar eens wat over. Of ben je al dement? Want we kunnen net zo goed gewoon door naar het volgende item. We chatten ook met Ria, die met haar partij Groen voor de Dieren way above de peiling staat. Precies. Meesterlijk. Politiek, wat dan? Het is tijd voor een scherpe bocht naar links. Tijdens het keren wanbeleid van de afgelopen 10 jaar. Overheidstekorten moeten flink gebost worden gewoon. Door sociale en groene keuzes. Wat een fashion chick, die bitch. Ik ga sowieso wel even haar hokje rood kleuren. Oh ja, vergeet niet. Bij de verkiezingen kan je de hele dag door stemmen op Ria. Door op 28 oktober groen aan te sms'en naar 09. Erik, ga je ook nog stemmen? Nou, ik heb dat... Chill. Laten we hopen op betere tijden allemaal. Vroeger was alles beter. Am I right? Nou, ik heb dat... Laten we even gaan checken wat Geertje Wilders junior zegt over de groene partij. Nee, groen voor de dieren. Groene dierenpartij. Ja, het is weer typisch dat die linkse knutselstoners dit hele cirkels opzetten omtrent mijn privéleven. Wat denk je dan van het feit dat de economie in de afgelopen 10 jaar... Ja, ik vind het een ontzettend sabberig verhaal. Ik snap er ook niks van. En het antwoord is sowieso nee. Ik denk dat je leeftijdsgenootjes de wereld best een beetje in hun kontje gekeerd hebben, Erik. Best een beetje, tietjes. En nou krijgen wij en Ria de leiding in Aga. En dan is die shit fucked. Als een conjo. Maar dan met een slappe. Spitty skit. Luister eens even hier allemaal. Nee, luister jij eens even hier. Luisteren jullie eens even hier. Denk je dat je iets nieuws hebt met je gezeik? Dat je rebels bent? Dat je iets vertelt wat niet iedereen al weet? Je shit is oud. Ik snap best dat jullie kwaad zijn hoor, dat was ik ook. 20 jaar terug. 10 jaar geleden opnieuw, toen ik moest aanzien hoe de zoon van een rasnatie aan de macht kwam. Wat ik probeer te zeggen. Iedereen wil dat iemand anders het werk doet en dat ze wel even zeggen hoe het moet en wat er fout is. En iedereen zit elkaar op de vingers te tikken, maar niemand wil zich inzetten, zelfs de politici. Het enige wat moet gebeuren is dat we moeten samenwerken, maar we weten niet hoe we dat moeten doen. Daar heb ik last van, daar had ik last van toen ik jong was, daar hadden we, mijn ouders hadden daar last van toen ze jong waren. Daar hadden we last van toen we nog buffels kalkten op rotsmuren. Dit zit in de evolutie van de mens, dat die oplossing er nooit aankomt, omdat we altijd weer onze rug omdraaien. Er komt op die manier überhaupt nooit een eind aan al dat gefazel en... Oké dan, dit is dus mede mogelijk gemaakt door Monsterboel. En als je ons volgt op Twitter, dan kun je alle jokes en gossips teruglezen. Peace on! Peace out!
Na de reclame alweer de finale aflevering van het bloedstollende De Mol zoekt vrouw, waarin 10 boelen er door middel van spannende opdrachten achter moeten komen wie van hen stiekem vrijgezel is. Wist die shit niet. En dan is het nu tijd voor de tweede spreker. En dat is een journalist. En zijn naam is Patrick van der Heijden. Dus graag uw aandacht voor Patrick van der Heijden. Dankjewel. Wie van jullie is er in de jaren 90 geboren? En wie van jullie is er in de jaren 80 geboren? En wie van jullie is er in de jaren 70 geboren of eerder? Oké. Ik hoor bij jullie. Het doet over jullie, de generatie die eind jaren 80, begin jaren 90 is geboren, een tweetal verhalen de ronde. Verhaal 1 is dat van de verloren generatie. De eerste sinds de 19e eeuw die het slechter krijgt dan de generatie van zijn ouders. Opgegroeid met ongekende wilde, ongekende mogelijkheden, hoger en beter geschoold dan ooit, wereldwijs, boomlang en met voortreffelijke levensverwachting, maar met de slechtste vooruitzichten in decennia. Want er is weinig meer te doen. En als je dan een baan krijgt, biedt die geen zekerheid en kun je van het salaris geen huis meer betalen. Jaren van onbetaalde stages dwingen je tot dayjobs onder je niveau en het tot de laatste cent opmaken van je spaartegoeden die je niet hebt. Want anders had je geen torenhoge studieschuld gehad. Het is geen fantasieverhaal. Met 2 uur vliegen sta je er middenin. Spanje kent 1,6 miljoen jonge werklozen. En 52% van de mensen tussen de 16 en de 24 is werkloos. Een groot deel van hen zal hun studieschuld niet kunnen afbetalen en geen huis kunnen kopen. Een gezin stichten wordt te duur. Mannen en vrouwen van in de 30 gaan terug naar hun ouders. Het afgelopen jaar, het stond vanochtend in de krant, is 500.000 Spanjaarden vertrokken naar een buitenland. Verhaal 2 is dat van de verwende generatie. Opgegroeid met ongekende wilde, ongekende mogelijkheden, hoger en beter geschoold dan ooit, wereldwijs boomlang en met voortreffelijke levensverwachting, maar slap, kwetsbaar en arrogant. Als kinderen van de eerste generatie die opgroeiden met de verworvenheden van de jaren 60, zijn jullie onbegrensd opgevoed. En dat in een periode van ongebreidelde groei. Geen wonder dat jullie verdwalen in overvloed. In de VS, waar de werkloosheidscijfers wat beter zijn dan in Spanje, maar waar de crisis al maar voortwoekert, verscheen vorig jaar A Nation of Wimps, de mietjesnatie. Punt van het boek, jonge Amerikanen blijven hangen in adolescence. Als afhankelijke pubers gaan ze hun volwassenheid in. Dat boek past in een hele reeks publicaties over de totaal verwende generatie Y die daar nu opgroeit. De totaal verwende generatie ik, die daar nu opgroeit. Met dank aan de ouders die afwisselend snowplow, sneeuwploeg of helikopterparents worden genoemd. Er is in de VS een hele industrie aan het ontstaan rondom het heropvoeden van problematisch verwende twintigers. Stel nou eens dat beide verhalen kloppen. Niet alleen in Spanje of in de VS, maar hier in Nederland. Dan hebben jullie een groot probleem. Verdwaald in overvloed in een periode waarin die overvloed op losse schroeven is komen te staan. Slechte vooruitzichten zijn voor niemand leuk, maar ze zijn ronduit beschadigend voor jullie. Voor mensen die niets anders kennen dan tot in de hemel groeiende bomen. Jullie zijn, wat de Amerikanen zeggen, stuck between a rock and a hard place. Hoe waar zijn die verhalen? Of jullie zullen eindigen als verloren generatie, dat moeten we nog zien. Ondanks jullie tomeloze zelfvertrouwen en de vaste overtuiging dat jullie het centrum van de wereld zijn, dat is niet aan jullie. Het is aan jullie generatiegenoten op de plekken die we in mijn tijd de tweede en de derde wereld noemden. Het is aan de politieke elite, bestaande uit mijn generatiegenoten, die het de komende jaren voor het zeggen hebben. Maar niet aan jullie. Wat ik wel weet, is dat we met z'n allen al jaren alle leuke lijstjes ter wereld aanvoeren. Onderwijs, gezondheid, inkomen, mobiliteit, geluk. En dat jullie nu al meer cadeautjes van Nederland hebben gekregen dan jullie generatiegenoten in India en China ooit zullen krijgen. Jullie zullen verloren zijn onder de best denkbare omstandigheden. Dan het verhaal van de verwende generatie. In het kort, dat klopt dus.
Jullie zijn de Nation of Wimps. Dat is helemaal niet het ergste. Dat was ik immers ook. Een wimp in de jaren 90. De G500 heette toen niet niks. Als je van je generatie moet zeggen dat je heus wel niet niks bent, nou dan weet je het wel. Maar let op, jullie verwenning is weer een graadje erger. Voor jullie is de crisis gewoon een nieuwe manier om te genieten. En dat komt door hoe de moderne verwenning werkt. Door te grote tederheid of toegeeflijkheid bederven. Zo staat het in het woordenboek. De voorbeeldzin erna luidt, men mag zijn kinderen niet verwennen. Grote tederheid en grote toegeeflijkheid bederven niet. Maar er komt een punt waarop de rot blijkbaar wel intreedt. En de vraag is wat er zo slecht is aan heel veel van iets goeds en wat er precies bederft. Als een kind net geboren is, kan het niks en krijgt het alles. Als een kind volwassen wordt, moet het alles kunnen en krijgt het niks meer. Opvoeden is in die zin een combinatie van leren en afleren. En verwenning voorkomen is dus een vorm van verwachtingsmanagement. Als je niet op tijd leert dat het volwassen leven behalve uit tederheid en toegeeflijkheid ook uit hardheid en tegenwerking bestaat, dan stap je weerloos de wereld in. Als je een kind te veel van het goede geeft, bied je hem of haar dus de verkeerde informatie. En het kind bederft, omdat het niet klaar is voor de ellende van het grote mensenleven. De stam van bederven, derven, zegt genoeg. Het kind ontbeert een toekomst. In die zin hebben jullie de economie eigenlijk helemaal niet nodig om verloren te zijn. Maar jullie geluk en jullie ongeluk is natuurlijk dat de moderne Nederlands grote mensenleven helemaal niet uit tekorten bestaat. Naast de pedagogische betekenis heeft verwennen in de loop van de tijd ook een neutraler gebruik gekregen. De tweede omschrijving in het woordenboek luidt: te goed doen met veel zorg en geschenken omringen. Wat heb je me weer verwend met mijn verjaardag? Is de voorbeeldzin. Deze verwenning hoort bij de volwassen wereld. De verjaardagsgast heeft uitzonderlijk uitgepakt met zijn geschenken, wilde jarige zeggen met bovenstaande voorbeeldzin. Maar het gevaar van bederf is blijkbaar geweken. Ook zintuigen en lichaamsdelen kunnen in deze betekenis verwend raken. Een verwende smaak, een verwende blik, verwende oren, verwende huid. Ze zijn gewend aan veel van het goede. Deze verwenning zorgt niet voor bederf, maar helemaal positief is haar uitwerking ook niet. De verwende is dan wel hoog geklommen op de ladder van zintuigelijk of artistiek genot. Maar genieten van een minder dan perfecte muziekuitvoering, maaltijd of bodylotion is lastiger geworden. Dit is de letterlijke betekenis van wennen. Namelijk gewoon maken. En dat is precies wat de ondernemer belooft die zegt: we gaan u verwennen. Hij gaat zoveel van het goede geven dat het gewoon gaat lijken. Het zijn geen busmaatschappijen die verwenning beloven, maar wel reisorganisaties. Geen groentewinkels, maar wel restaurants. Geen fysiotherapeuten, maar wel massagesalons. Vrije tijdsbesteding, uitgaan, de dingen doen die je normaal niet doet. In die niche werkt het blijkbaar om verwenning te beloven. Hoe verschillend ook, de beloftes van het toprestaurant, de wellness spa en het bordeel hebben één ding gemeen. Ze draaien de normale gang van zaken om. De klant leeft even in een droomwereld waarin niet schaarste de norm is, maar overvloed. En daarom maakt het verwenaanbod zo vrolijk, want je koopt niet alleen overvloed, maar ook de ervaring dat die niet meer ophoudt. De aantrekkingskracht van all-you-can-eat-formules is niet dat je daar dubbel zoveel kunt eten als in een gewoon restaurant, maar de krachtige illusie dat je een avond doorbrengt in een wereld zonder tekorten. Het wonderlijke is, ik zeg het nogmaals, dat we allang in een wereld zonder tekorten leven. We doen alsof we in een wereld van schaarste leven, waardoor de overvloed exclusiever lijkt. We doen alsof we tekortkomen om onszelf periodiek te kunnen verwennen. Nu terug naar jullie. Met een liedje. Ik lig in het café aan een infuus. Praat tegen mijn vriendin, wacht tot er wat gebeurt. Ik wou dat het de 60's was. Ik wou dat ik gelukkig kon zijn. Ik wou dat er iets zou gebeuren. Kennen jullie het? Dat zingt Tom York in de Bands van Radiohead uit 1995. Het jaar dat internet groot werd. En hij bedoelt: ik kom tekort, ik kom tekort, ik kom tekort. Als je de tekorten niet meer in de wereld om je heen aantreft, dan zoek je ze immers van binnen. De moderne verwenning is alleen maar te lijf te gaan met de schaarste in jezelf. Die blijft altijd bestaan en stelt je in staat om jezelf eeuwig te verwennen. Want je hebt het zo verdiend. The Bends. Dat weten jullie misschien wel, dat is Caissonziekte.
De ziekte die duikers krijgen als ze te snel stijgen. Ze krijgen belletjes in hun bloed die vreselijke pijnen veroorzaken. En wie het heeft, moet in een drukkamer. Wij, Tom York en ik, en de andere X'ers, wij waren al besmet. Maar jullie lijden definitief aan de psychische variant van de bind. Te snel gestegen, te snel omhoog, te vroeg gepiekt. Symptoom, een voortdurend verlangen dat er iets gebeurt. Jullie drukkamer, de crisis. Het verhaal van de verloren generatie komt jullie helemaal niet slecht uit. Geen keuzestress meer, er valt niks meer te kiezen. Geen verveling meer, ga eens wat doen man. Stop het zoeken naar het grote verhaal, drama genoeg. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd dus. De kans dat jullie voor het eerst van je leven iets tekort gaan komen, stijgt met de dag. En nu maar hopen dat het geen verhaal was. Maar dat jullie echt verloren zijn. Dankjewel. Ja, dank u wel. Nou, we hebben heel veel gehoord en gezien. Maar we gaan straks verder. We gaan nu eerst een pauze houden. Dus u kunt naar buiten gaan zo direct en in de foyer praten over wat u gezien en gehoord heeft. En dan gaan we over een kleine 20 minuten weer verder. Dank u wel.
zo op. Ja, en dan is het zo tegenaan gaan luiden. Yeah.
Hallo. Ja, hallo. Oké, dankjewel. Thank you.
crisis in de zaal. Nee, doe normaal. De chickies zijn in de house. Blijf zitten op je stoel, want dit feest wordt waals. We gaan hier feesten, wat dacht je dan? Met Jesse Klaver, Jeroen en Maxime Hartman. Nee, geschuur die slept de beelstuk. Sorry, generatie, ik in de club. Ik wil zwemmen in het geld. Zwemmen in het geld, omdat dat echt is. Een echte vriendschap niet telt. Yeah, bitch. Ben die illusionist in de shit. Yeah, bitch. Ben die illusionist in de shit. Ja, dat zijn echte tabletten testen. Want ik word zo geil van al die sletjes. Je valt de shit, dit wordt hot. Drank, er zijn chicks en de sfeer is top. Ja, goedenavond. Fijn dat u er weer bent. We gaan nu met het tweede deel beginnen. En we gaan nu uit een wat ander vaatje tappen. En het eerste andere vaatje is Jesse Klaver. En Jesse Klaver die zit in de Tweede Kamer voor GroenLinks. GroenLinks is een politieke partij. En Jesse Klaver wil niet alleen dat links groen is, maar ook de toekomst. Want, zoals Plato al zei, noodzaak, dat is de moeder van de innovatie. Jesse Klaver. Ja. Als ik het goed heb, mag ik hier blijven staan. Goedenavond allemaal. Ik ben een Brabander. En als we zo'n lange tafel zitten, dan lijkt het net alsof de Brabantse nachten lang duren. Dus ik voel me hier nu al thuis. En de introductie... Ik vond die van het gezelschap nog een stuk aardiger. Als je wordt geïntroduceerd als inderdaad volksvertegenwoordiger voor GroenLinks, dan moet je deze dagen toch soms wat wegkijken. Ik heb niet al het gevoel gehad of ik lid was van een politieke partij, maar vaak ook lid van een toneelgezelschap die een groot koningsdrama opvoerde. Maar laten we dat alsjeblieft achter ons laten. Dank voor de uitnodiging om vandaag hier te mogen spreken over de generatie ik. En ik wilde eigenlijk teruggaan naar het jaar 2008. Het jaar 2008, de verkiezing van Obama, de eerste zwarte president. Het begin ook van de crisis, Lehman Brothers viel. Hè, die bank in de Verenigde Staten. En iedereen had zijn mond erover vol dat de crisis een kans was. Een kans om het eindelijk eens anders te gaan doen. En er broeide ook wat. Het was ook 40 jaar na 1968. En onze generatie die moest het gaan doen. Wij moesten een andere weg gaan bewandelen. 2012. Wat is er nog over van het gevoel van een crisis als kans? Wat is er over van het gevoel dat wij de wereld in onze handen hebben en dat wij de toko eens flink gaan opschudden en de boel gaan veranderen? Weinig. We zijn zelf voldaan. We zijn te veel met onszelf bezig. Geen idee wat er in het grote systeem om ons heen omgaat. En dat zou moeten veranderen. Te beginnen met mezelf de maat te nemen. Ik heb ontzettend vaak kritiek op de luie babyboomers. Ik ben pensioenwoordvoerder. En als je weet wat voor grote diefstal daar plaatsvindt van pensioengeld, wat van onze generatie naar die generatie van de babyboomers gaat, dan schrik je je wezenloos. Maar eigenlijk zijn die babyboomers helemaal niet het probleem. Wij zijn het probleem. Laat ik het voorbeeld noemen van mijn oom Rudolf. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat die man zo heet. Oom Rudolf heeft in de jaren 60 een huis gekocht. En tante Loes, zijn vrouw, daar woonde hij mee, ergens in Zeeland. En hij werkte in een fabriek, zij werkte op een school. Hij verdiende 1400 gulden, zij verdiende 1200 gulden. Ik weet niet of iedereen nog weet wat een gulden is. Maar ze leefde van één salaris. En dat andere salaris, zijn salaris, dat spaarden ze. Zodat ze na een aantal jaar voldoende geld hadden
om een huis te kunnen kopen. Niet het hele huis, maar in ieder geval een gedeelte zelf te kunnen betalen. Tot die tijd bivakkeerden ze in een heel klein huurhuisje, eigenlijk een soort van kamertje. Maar ze wisten, ik moet eerst sparen voordat ik iets kan gaan kopen. Ze leefden van één inkomen. Ik vertel dit verhaal wel eens vaker en dan zijn het die generatie ikkers die tegen me zeggen, ja maar Jesse, je weet toch dat dat een hele andere tijd was. En het leven was toen veel goedkoper. Nee, het leven was toen anders. En ja, ook goedkoper. Zij gingen niet naar de Starbucks om voor €3,45 een tall cappuccino, frappe latiaco, caramel, skim milk, koffietje te halen. Ze namen hun eigen boterhammetjes mee. Ze gingen niet zo vaak uit eten en lunchen en brunchen en stappen zoals onze generatie dat vaak doet. Ze leefden eigenlijk veel soberder. Met als het gevolg dat ze ongeveer de helft, een huis in die tijd kostte 45.000 gulden, dat ze de helft van dat huis zelf konden betalen. Dan nu naar deze tijd. Ik spreek voor mijn werk als parlementariër natuurlijk met, dat zegt iedere politicus, met ontzettend veel mensen. En ook heel veel mensen, ja dank je, kom maar. En natuurlijk ook met heel veel mensen van mijn eigen generatie. En er is altijd één grote klacht en politici gaan erin mee. De huizenmarkt zit op slot en wij zouden geen huis meer kunnen kopen. En dat is toch erg? En daarom moeten de hypotheekeisen moeten eigenlijk weer ruimer worden, hè? We moeten meer geld kunnen lenen dan dat eigenlijk goed voor ons is. Dus in plaats van 100% de prijs die je nodig hebt voor een huis, zou je ook je kosten kopen moeten kunnen lenen en eigenlijk nog je verbouwing moeten financieren, zodat je weer 110% van wat een huis waard is, dat je dat zou kunnen lenen. En dat vinden wij heel normaal. Al mijn leeftijdsgenoten, hoe links en hoe groen en hoe progressief ze ook zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, ja, die woningmarkt moet uit het slot en ik heb recht op een koophuis, ik ben afgestudeerd en ik moet een huis hebben. En we moeten allemaal meer kunnen lenen. 2008. De val van Lehman Brothers. We zitten in een kredietcrisis. Hoe halen wij het in onze botte harsens om te denken dat we uit die crisis komen? Door nog meer schulden met elkaar te maken. Door nog meer te lenen voor een huis dat eigenlijk goed voor ons is. We moeten naar een andere moraal toe. Natuurlijk moeten de systemen veranderen. Ik ga jullie daar nu niet mee lasten. Nou, misschien ook wel, als ik de tijd krijg van de organisatie. We moeten niet alleen onze systemen veranderen. Maar ook ons eigen denken. Ik was gisteren bij een vriend. Een hapje eten. Hij zou eigenlijk bij mij komen, had zijn enkel verstuikt. Dus ik moest voor hem zorgen. Florence Nightingale voelde ik me even. En de beste jongen heeft een huis gekocht. Zijn huis was 145.000 euro waard. En hij heeft een hypotheek genomen in de loop van tijd van zo'n 180.000 euro. Want hij wilde in de tussentijd een auto kopen. En hij heeft een prachtig schilderij in zijn huiskamer hangen van enkele duizenden euro's. Dat heeft hij daar ook van gefinancierd. En nu heeft hij een probleem. Zijn hypotheek is hoger dan de waarde van zijn huis. Want dat is nu nog 130.000 euro waard. En ik had het er met hem over. Ik zei, nou, ik weet iets van cijfers. Ik ben financieel woordvoerder. Ik wil best met jou dat even doornemen. En tot een plan komen hoe wij de komende jaren ervoor zorgen. Gelet op jouw inkomen, denk ik, in een jaar of vier, dat we eigenlijk je situatie wel weer op de rails hebben. Maar dan moet je heel veel gaan aflossen. En zijn verhaal was, kijk eens naar mijn boekenkast, Jesse. Kijk eens wat daarin staat. En er stonden allemaal Lonely Planets. Van alle plekken op aarde waar hij was geweest. Daar heb ik helemaal geen zin in om dat te gaan doen. Dan moet ik meer gaan aflossen. En dat betekent dat ik minder reizen kan maken. Dat betekent dat ik niet iedere dag bij de Albert Heijn excellent boodschappen kan gaan doen. Ik heb daar helemaal geen zin in. Ik wil niet zeggen dat iedereen in onze generatie het doet, maar ik vind een voorbeeld hoe tekenend het is, dat we niet meer bereid zijn ook om zelf in die zin offers te brengen. En dat het niveau waarop wij leven een heel ongezond niveau is. En dat we op de pof leven. En willen we echt uit die crisis komen en naar een ander economisch denken en zorgen dat we niet weer in de crisis terechtkomen, dan zullen we naar een ander consumptiepatroon toe moeten. En ja, dat betekent dat de overheid een aantal dingen zal moeten doen. Dat betekent, als het gaat over de hypotheekrenteaftrek, dat die afgeschaft moet worden. Dat vreemd vermogen, dus als je een lening neemt, dat niet fiscaal gefaciliteerd wordt. En als je eigen vermogen hebt, dat dat belast wordt. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat duurzaamheid echt gaat lonen. Dat duurzame investeringen mogelijk zijn. Dat we niet nog meer kolencentrales in Nederland bouwen, maar kiezen voor duurzame energie. Het betekent dat je de ruimte geeft aan ondernemers en managers indampt. Ja, dat is allemaal wat we op systeemniveau en als politiek moeten doen. Maar het betekent voor onze generatie ook andere keuzes maken. Het betekent minder consumeren. En dat is geen leuk verhaal. Mooier kan ik het ook niet maken. Maar wil je uit een kredietcrisis? We zitten op een moment dat we met elkaar eigenlijk veel meer uitgeven dan dat we hebben.
dan zal je daar zelf naar moeten stappen. Dus ja, als jullie een huis, wie van jullie wil er eigenlijk allemaal een huis kopen op korte termijn? Ja, jullie komen allemaal uit Amsterdam, dus misschien dat het daar wel anders is dan in Brabant. En misschien dat jullie het ook wel niet meer durven te zeggen. Maar wil je een huis kopen, wen dan aan de gedachte dat je eerst geld zal moeten sparen. En als je liever op reis gaat, wat heel legitiem is, wat ik me heel goed kan voorstellen. Ik sprak net met iemand, daar zal er zo dadelijk misschien zelf nog wat over zeggen. Een huis kan ook een blok aan je been zijn. Maar als je dus zo'n huis zal willen kopen, wen er dan maar aan dat je zal moeten gaan sparen. Dat je eerst geld opzij zal moeten zetten, zodat je gedeelte van zo'n huis zelf kan aanbetalen. En dat er minder hoge leningen worden, dat je die zal kunnen aangaan. En pas als we dat, als generatie ik, als we dat gaan beseffen, dat we eigenlijk allemaal een tandje terug moeten doen. En wat betekent dat dan, een tandje terug, naar het niveau van het jaar waar ik bijvoorbeeld in ben geboren, 1986. Waren mensen ongelukkig? Nee, helemaal niet. Als we dus een tandje terugzetten op materieel niveau, en ons meer openstellen voor het immateriële, het aan lange tafels met elkaar kunnen zitten, het contact wat je direct hebt, je niet meer over de kop hoeven te werken omdat je per se en die reis wil, en dat huis, en die auto, en dit, en dat. En als we daar ons weer meer open voor gaan stellen, dan denk ik niet dat we alleen ook een gelukkigere samenleving krijgen, dan denk ik ook dat we eindelijk uit de crisis komen. En dat dat gevoel van 2008, de crisis als kans, dat we die eindelijk, grijpen, en dat we de wereld kunnen healen. Dank jullie wel. Ja, we gaan nu weer luisteren naar muziek. Want zoals Michael Jackson al zei, every generation follows up a new generation. And together we can heal the world. Thank you.
Dankjewel. En dan gaan we nu verder met de volgende spreker. Dat is Jeroen Timmers. En Jeroen Timmers is eigenlijk een beetje de Sint Maarten van de ik-generatie. En hij gaat ons iets vertellen over de kunst van het weggeven. Hoe doe je dat weggeven? Wat kan je wel weggeven en wat kan je niet weggeven? Of zoals John Lennon al zei, I may be a dreamer, but I'm not a lonely one. Jeroen Timmers. Dankjewel voor deze prachtige introductie. Zo mooi heb ik hem nog niet eerder gehad. Ik weet niet of ik helemaal aan je verwachtingen kan voldoen, echter. Tja, we hebben van alles gehoord over de generatie ik. En dat we zoveel met onszelf bezig zouden zijn. Maar volgens mij is het tegendeel het geval. We zijn helemaal niet met onszelf bezig. De oplossing voor de crisis ligt namelijk in onszelf. Durven jullie in alle eerlijkheid naar jezelf te kijken en je te ontdoen van alle overbodigheden, van sociale verwachtingen, van misschien ideeën die je hebt over je toekomst, over carrière, over de hoeveelheid geld die je zou willen gaan verdienen. En dan in alle eerlijkheid kijken wat er dan overblijft. Ik geloof sowieso niet in generaties. Ik geloof in de mensheid. En ik geloof dat we allemaal mensen zijn. En dat we allemaal een hart hebben. En dat we allemaal voor dezelfde uitdagingen staan. Laat ik wat over mezelf vertellen. 7, 8 jaar geleden. Afgestudeerd, bedrijfskunde, aan Nijenrode. Klaar om bij te dragen aan deze maatschappij, aan de systemen en structuren zoals we die hebben geïnstitutionaliseerd. Daarna vol moed in dat hele systeem gestapt, 7 jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest. Maar ik werd er helemaal niet gelukkig van, dus ik ben toen die zoektocht begonnen naar wat uiteindelijk mezelf bleek te zijn. En ik moest me ontdoen van allerlei geloofssystemen. Ik moest proberen overal mezelf te zijn. Werk, los van alle sociale verwachtingen van mijn ouders, van mijn vrienden, noem maar op. Ik moest alle ideeën over mijn carrière loslaten. Het idee dat ik geld nodig had, of zekerheid überhaupt. En vanuit dat punt werd alles eigenlijk hartstikke mooi. En één grote grap, daadwerkelijk. We hebben namelijk vanuit een bepaald bewustzijnsniveau hebben we onze samenleving gebouwd. En dat is een bewustzijnsniveau die, het gaat al wel weer een paar eeuwen terug. Dat heel erg in ons hoofd zaten. En het hoofd heeft een aantal karakteristieken. Het zoekt altijd controle. Het zoekt zekerheid. En als zodanig gaan we dus ook onze fysieke wereld om ons heen creëren. Kijk eens naar onze wereld. We hebben een overvloed aan regelgeving. Kijk naar ons monetaire systeem. Rente is een risicomijdend instrument. We proberen controle uit te oefenen op iets wat per definitie oncontroleerbaar is. Het is een bewustzijnscrisis waar we in zitten. En bewustzijn, dat ontwikkelt zich op het moment dat het geconfronteerd wordt met ofwel positieve ofwel negatieve evenementen in je leven. Dat kan bij geboorte van een kind, verlies van een geliefde, ziekte. Dat zijn precies die momenten dat je je hele leven in een nieuw wereldbeeld stelt. En dat is precies wat we op collectief niveau aan het ervaren zijn. We worden dusdanig geconfronteerd met de effecten van ons gedrag. Kijk maar naar armoede, ongelijkheid, hebzucht, vervreemding van elkaar. Dat we op onszelf worden teruggeworpen. En we maken collectief een transitie in ons bewustzijn. En dat is er een van het hoofd naar het hart. En sommige mensen noemen dat het ascensieproces van de mensheid. Als je het fysiek gaat bekijken is het van het hoofd naar het hart. Maar ook het hart zit weer vast aan een aantal karakteristieken. Het hart beseft dat we met z'n allen één zijn. En dus ik en de ander. Eigenlijk een dualiteit van het hoofd. We zijn met z'n allen één.
Het kan perfect omgaan met chaos. Dat is altijd een van mijn favorieten. Het hoeft helemaal niet te plannen. Het heeft geen gave powerpoints en doelen nodig. En het is heel intuïtief. Het speelt in op datgene wat er in het hier en het nu gebeurt. En ik stel mezelf de vraag, hoe ziet zo'n wereld er nou uit op basis van het hart in plaats van het hoofd? He, terwijl we op bewustzijnsniveau die transitie aan het maken zijn. Het hart wil alleen maar geven. We zijn hier allemaal op aarde om onze talenten onvoorwaardelijk te delen op deze wereld. He, een kapper die wil knippen, een timmerman die wil timmeren, een consultant die wil... wat wilde je eigenlijk? Adviseren, denk ik. Klinkt een beetje onwerkelijk. Ik was er zelf ook een trouwens. Dus het neemt geven als uitgangspunt. En ja, ik kwam vorig jaar augustus terug van een wereldreis met die inzichten. Dus ik wil iets aan die wereld doen. En volgens mij kan het om die essentie van het hart gaan in plaats van het hoofd dat eigendom neemt. Heb ik weer. Hebben we een wereld met elkaar gebouwd op basis van eigendom en haal ik het in mijn hoofd om daar iets aan te willen doen. Vorig jaar augustus, ik kwam thuis van die wereldreis. Ik had een Lowlands kaartje, had ik bij een reseller site gekocht, voordat ik op wereldreis ging. Voor 2 maal de prijs. En destijds had ik zoiets van, joh, wat maakt het allemaal uit? Ik had wellicht nogal meer willen betalen, het is me gewoon heel veel waard. Ik kwam terug, keek naar het kaartje en besefte toen pas, hey, die resellers, die zijn het ultieme exponent van hoe we de wereld met elkaar hebben ingericht op basis van eigendom. Dus ik kon het niet meer houden. Toen heb ik mijn URL geregistreerd. Ik wou zeggen mijn bedrijf opgericht, maar het was echt gewoon URL registreren, ideologie erop. En gewoon gezegd, ik kan dat kaartje niet meer houden, ik ga hem onvoorwaardelijk weggeven. Die avond zei mijn broer tijdens een dinertje, Jeroen, moet je de NRC Next eens niet bellen? Dat is misschien wel interessant voor hen. Ik zei, oh ja, dat is misschien wel een goeie. Dus ik de stoute schoenen aangetrokken, NRC Next gebeld. En ja hoor, volgende dag kreeg ik een klein artikeltje in de NRC Next. En vanaf toen is het helemaal losgegaan. Er zijn duizenden bezoekers op mijn blog en honderden mails van mensen die zeiden, Jeroen, ik hoef je kaartje helemaal niet. Maar wat fijn dat eindelijk iemand dit doet. Ik voel dit ook van binnen. En natuurlijk voelen we dit allemaal van binnen. We zijn allemaal onvoorwaardelijk. We komen allemaal vanuit die bron van onvoorwaardelijkheid. En dat zit in ons hart. Dus ja, goed. Heel veel media-aandacht gekregen. Uiteindelijk de Lowlands-directeur. Die zei, Jeroen, fantastisch initiatief. Je krijgt 2 kaartjes van me. Oké, het resoneert blijkbaar. Goed, dus ik naar Lowlands met een vriend. Prachtige Lowlands gehad. Die directeur gesproken. En die zei, Jeroen, kan jij iets doen met jouw filosofie op Lowlands 2012? Nou, dat is hartstikke leuk. Daar gaan we mee aan de slag. Dus ondertussen met Giving Us All We Have. Verder op mijn blog. Mijn visie op de samenleving op neergezet. En ondertussen steeds meer bedrijven die bij me aan begonnen te kloppen. Van, ja, Jeroen, kan jij ons leren geven? Ja, natuurlijk, want de bedrijven zitten, die zijn traditioneel hier op aarde om financiële winst te maken. Alleen die zitten vast in dat systeem wat we met elkaar hebben gebouwd. Dus natuurlijk, ik kan jullie daarmee helpen. En, door de maanden heen zijn er fantastische dingen gebeurd. Zo ben ik uitgenodigd door prinses Irene om te komen praten over de toekomst van de samenleving. Op TEDx gesproken. Universiteiten die me in één keer vragen van, hoe ziet zo'n economie er dan uit op basis van geven? En dan zit ik voor een hele zaal met rationeel economen een verhaal van het hart te vertellen. En iedereen voelt dat ook van binnen. Goed. Lowlands 2012, dat was een maandje, anderhalf geleden. We zijn daar gekomen met een gift shop. Een winkel waar je niks kon kopen, maar waar mensen kwamen om te geven. En dat was waanzinnig leuk om te zien. Mensen stonden daar letterlijk in de rij om te geven. Die kwamen binnen en vroegen, waar gaat deze shop over? Nou, wereld van eigendom, geven. Je kan het gelijk proberen. Wat wil je geven? Wat zijn je talenten die je hier met ons wil delen? En dan niet die troep die je sowieso al kwijt wil. Nee, maar gewoon echt iets wat vanuit je hart komt. Nou, daar kwamen de meest fantastische dingen uit naar voren. Architect die een huis wilde ontwerpen. Dineetjes, creatieve workshops. Eten, weekendje wenen. Noem maar op, alles waarmee je een
leven kan inrichten, werd daar gegeven. En wij schreven dat op kaartjes, daar kwam een code op en dat deelden we willekeurig uit bij de bezoekers op Lowlands. En de ontvanger kon met een code naar een online platform om in contact te treden met de gever. Nou, dat werd één groot punt van geluk. Na 2 dagen dat er een rij stond van mensen die wilden geven, moesten wij op zondag zeggen, sorry, jullie kunnen niet meer geven, want wij moeten die cadeautjes nog allemaal uitdelen en alles registreren op dat online platform. En dat was voor ons ook een groot experiment. Dus het geeft aan dat de wereld van geven mogelijk is. Dat die er eigenlijk al is. We hoeven onszelf alleen maar even te ontdoen van een aantal dingen die in ons bewustzijn zitten. En die hebben allemaal te maken met controle en zekerheid. Dus stel jezelf de vraag, wat ben ik bereid om allemaal los te laten, om de wereld te creëren die ik voor me zie. Vanuit stilte. Vanuit je ware ik. Dankjewel. Jawel. Goed, dames en heren, dan gaan we nu naar de laatste spreker luisteren. Dat is Maxime Hartman. En de balie heeft Maxime Hartman een vrijbrief gegeven over waar hij over wil praten. Dus dat weten wij ook niet waar dat over zal gaan. We weten ook niet zo goed wie hij is. En misschien weten we ook wel niet wie wij zijn. Maar misschien is dat wel de essentie van de ik-generatie. Of zoals Wittgenstein zei, als de poes gaat praten, dan begrijpen we hem niet. Maxime Hartman. Dankjewel. Dankjewel, het gaat over de ik-generatie. Ik ben zelf vaak zo veel met mezelf bezig, zoals vandaag ook, dat ik geen tijd heb om het uit mijn hoofd te leren. Maar ik sta in ieder geval wel veel dichter bij de apen dan de voorgaande sprekers, heb ik begrepen. Maar ik kan toch schrijven. Tenminste, zoiets. Ik had achter de schermen gehoord dat hier vooral hoge opgeleide... stond er nog meer? Ja, hoog opgeleide mensen komen die zelf reflecterend zijn. En dan vraag ik me af, waarom zou je sowieso zelf reflecterend zijn? Maar misschien kan iemand me dat nog een keer uitleggen. De ik-generatie. De ik is goed. Want ik, de ik die moet overleven... Zonder de ik of de ego is er volgens mij ook geen enkel bewustzijn. Is er ook geen drang om te eten of te slapen of te scheten. Laat staan dat je steeds weer iets op Facebook wilt zetten.
Zonder de ik kun je ook niet sociaal zijn, mocht je daar behoefte aan hebben. Denken aan anderen, dat doe je volgens mij alleen omdat je ik zich anders niet zo prettig voelt. Daarmee wil ik mensen die zich opofferen door zelf naar Afrika te gaan om ontwikkelingshulp te geven of lepra te bestrijden, wil ik niet belachelijk maken. Maar uiteindelijk doen ook dit soort mensen dat vooral omdat zij daar gelukkig of in ieder geval iets minder ongelukkig van worden. Er is volgens mij ook niks nieuws onder de zon. Al sinds de oerknal zijn we volgens mij een soort kralenketting van ik-generaties die elkaar met horten en stoten opvolgen. En dat sommige generaties daar soms wat in doorslaan, omdat ze niet willen opschuiven voor degene die onder hun komt, of omdat ze nogal egocentrisch zijn, dat is op zich ook helemaal geen ramp. Want als de natuur goed is, en die is goed, en je begrijpt iets van de evolutie, dan gaat dat zichzelf corrigeren. De natuur is namelijk heerlijk vreed en bezit ook een prachtig zelfreinigend systeem. Niemand wil namelijk echt een relatie met een super-egoïst. Laat staan dat je wilt voortplanten met zo iemand. Dus je ik-genen, die zullen daardoor niet worden doorgegeven. En dat is dom. Dus de extreme ik en de rest kan stikken types, die sterven gewoon vanzelf uit. We hoeven ons daar helemaal geen zorgen om te maken. Of heel lang over na te denken of zelfreflecterend te zijn. Wanneer de ik het niet goed heeft, of niet goed genoeg, dan verandert hij vaak, dat hebben we vanavond ook wel een beetje gehoord, in een klagende zeurpiet. Dat zie je vaak bij linksige mensen. Die leggen de schuld van hun onvrede meestal buiten zichzelf. En ze noemen dat onrecht. Maar de natuur is per definitie onrechtvaardig. Bij rechtse mensen zie je dat toch wat minder. Die zijn wat simpeler gebouwd. Vreemd genoeg zie je bij hele rijke mensen, zoals bijvoorbeeld Bill Gates, dat ze vanzelf alweer op een punt komen dat ze ineens dingen weg willen geven. En dan gaan ze ineens heel sociaal doen. Hè? Ze schenken de helft van hun bezit weg aan goede doelen. Dat zie ik arme mensen nog niet zo snel doen. Die zijn vooral hongerig naar bezit en geld voor zichzelf. Arme mensen zijn feitelijk egoïstischer dan rijken. Maar goed, dat gezegd hebbende, ik wilde het eigenlijk gaan hebben over masturberen. Want dat is toch volgens mij het summum van de huidige ik-generatie. Er is weinig licht, maar steek je vingers eens op. Wie masturbeert er meerdere keren per week? Ja, en wie doet dat elke dag? Zo weinig. 1. Als je tijdens de zelfbevrediging puur en alleen over jezelf fantaseert en extreem opgewonden raakt van je eigen glimmende geslacht, dan zou het pas echt zuiver zijn. Maar meestal denk je toch even aan die knappe wulpse dochter van de warme bakker. Of die leuke jongen in die hippe sportschoenenwinkel. En veel mensen die weten dat niet, maar masturberen op iemand anders, dat heeft effect. De erotische stralingen verplaatsen zich met de snelheid van het licht door de kosmos. Hoe meer er op iemand gerukt of gevingerd wordt, hoe beter die ander zich gaat voelen. Dus als je echt sociaal wil zijn, dan zou je daar ook eens aan moeten denken. En nu we toch in het adviserende blokje zijn gekomen, lieve mensen, kijk alsjeblieft niet meer naar porno om klaar te komen. Het is echt te makkelijk. Internetporno met name is gewoon fastfood. Maak alsjeblieft gebruik van je eigen kanaal. Het zit gewoon in je hoofd en het heet fantasie. Je fantasie is gewoon een spier die je kan trainen. En in het begin zou je misschien, zal het wat moeite kosten en zou je zelf spierpijn voelen. Maar als je doorzet en volhoudt, dan zal die fantasiespier steeds sterker worden. En je seksuele fantasie is steeds mooier. En ook op andere vlakken zal die fantasie je steeds beter helpen om oplossingen te bedenken voor allerlei problemen. Je zal je problemen beter te lijf kunnen gaan. En daardoor zul je een prettiger mens worden. En daardoor zullen er nog meer mensen met je om willen gaan. En nog meer mensen zullen seks met je willen hebben. En je zult vanzelf mooiere spullen krijgen. Tot je zoveel hebt dat je het anderen die het wat minder hebben eigenlijk ook gunt. Zo simpel is het. Dus kijk goed om je heen. Ga na deze avond heen en vermenigvuldig je. Amen.
Eén keer alsjeblieft een hartelijk applaus voor Meerte, Nieke, Janieke, Mart en Mirjam. En ik wil u heel erg graag bedanken. En ik wil de sprekers heel erg bedanken. Dit was Generatie Ik. Op naar de volgende generatie. Dank u wel.
Thank you.